Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. September is weer voorbij en dat betekent dat het weer tijd is voor een favoriete video. Ik ga jullie mijn favoriete producten laten zien van september. Ik heb ze allemaal al verzameld. Ze zitten in deze bak. En ik ga jullie gewoon weer vertellen waarom deze producten mijn favoriete producten zijn geworden van de maand september. Dus als je benieuwd bent naar wat voor producten er in deze bak zitten en waarom ik ze zo fijn vind, zou ik zeggen, kijk zeker eventjes gezellig mee met deze nieuwe favoriete video van de maand september. Ik begin gewoon met het product dat bovenop ligt en dat is deze kwast. Als je mijn vlogs ook volgt, dan heb je kunnen zien dat ik in de maand september ook jarig was. En voor mijn verjaardag kreeg ik dus deze kwast. Ik heb hem er nu trouwens verkeerd op inzetten, zie ik. Ik kreeg deze blush brush van Real Techniques. En ik heb al wel vaker gezegd dat ik heel graag de kwasten van Real Techniques, dat ik daar op over wilde gaan. En ik heb weer een mooie kwast gekregen voor aan mijn collectie toe te voegen. Dat is, zoals ik al zei, de blush brush staat hier ook op. Het logo staat erop. Het is echt een heerlijke kwast met hele mooie roze kleuren. Hij is heerlijk zacht. En ook dat zwarte handvat vind ik heel prachtig. Het zijn gewoon hele goede kwasten. Ze voelen echt super goed aan. Je hebt echt het gevoel alsof je kwaliteit in handen hebt. En ze zijn ook nog eens heerlijk zacht. Echt. Ik ben helemaal fan van de kwasten van Real Techniques. En ik was ook heel erg blij dat ik deze kwast voor mijn verjaardag kreeg. Want mijn andere blushkwasten die waren ook gewoon echt aan vervanging toe. En ik heb gewoon echt mijn nieuwe favoriete kwast is deze, deze blush brush van Real Techniques. Dan testte ik dit Rich Color Face Palette. En dit is een palette wat gewoon bij de Action vandaan komt. Ik zal hem even uit het doosje halen. Deze heeft geen specifiek merk of zo. Zoals we bij andere producten van Action wel gewend zijn. Dat het huismerk is van Maxim Moore. Maar daar zie ik steeds minder van terug. Het is dit paletje. Op de achterkant staat ook al wat uitgelegd. Waar de poeders, wat de poeders zijn, ook namen zie je erbij staan. Ik zal ze even langs gaan. Deze poeder, dat is een pressed powder. En deze heeft de naam Warm Ivory gekregen. Dit is een peach blush. Zo heet hij dus ook, peach. Ik heb hier een rosé blush. Dan is dit een bronzer met de naam Copper Bronzer. En dit zijn dus oogschaduws. Dit eerste triootje heeft Seductive Pearl naam gekregen. Dan de Golden Coffee. Royal Pacifique. En dit is de Stunning Diamond. Dit paletje heeft echt wel heel veel pigment. De blushjes die zijn zo pigmentvol dat ik op een gegeven moment dacht, wow, volgens mij ben ik wel heel erg roze. Daar hoef je echt maar heel weinig van aan te brengen. Ook die bronzer is heel erg mooi. De producten zijn wel wat poederig zoals je misschien kunt zien. Maar hey, wat willen we ook? Het is een paletje van geloof ik 2 euro. Maar die kleuren oogschaduws die zijn ook echt heel erg mooi. Ze hebben echt allemaal heel veel pigment. Ik vind het echt een heel mooi paletje voor een hele lage prijs. En dat heb ik de laatste tijd al wel vaker gezegd in mijn video's. De make-up producten van de Action die worden steeds beter. En ja, zoals ik al zei, je betaalt 2 euro voor zo'n paletje. En als het dan zo goed is, dan ben ik echt wel heel erg onder de indruk. Dan testte ik deze lip liner. En dit is een lip liner van Essence. Dit is de kleur Wish Me a Rose. En dit is nog een basic lip liner. Dit is nog zo'n versie die je moet slijpen. Maar deze lip liner heeft best wel veel pigment. Ik vind lip liners altijd best wel fijn om te gebruiken, moet ik heel eerlijk zeggen. Want het kan net iets extra's geven aan je lippen. Maar ook, het zorgt er natuurlijk voor dat je lipstift niet uitloopt. En dit is echt wel een heel erg mooi kleurtje. Hij is niet zo heel erg donker. Het is een beetje een combinatie tussenin, licht en donker. Maar ik vond zeker wel dat hij
gewoon pigmentvol is. Ik moet wel zeggen dat ik dit wel even wennen vind. Ik heb altijd liever die lipliners die je omhoog kunt draaien. Want die zijn qua structuur ook iets zachter. Deze, omdat je deze moet slijpen, is die puntbraak vaak wat harder. Maar er komt wel voldoende pigment uit. En ja, dat is natuurlijk het belangrijkste van zo'n lipliner. Dus daarom heb ik hem toch in deze favoriete video gedaan. Dan deze lipstift. En deze is van PS Pro. En dit is een Rich Color Lipstick met vitamine E. En deze komt gewoon van Primark. Ik heb de kleur 02 Provocatief Pink. En het leuke aan deze lipstift, vind ik zelf, is de verpakking. Hij is gewoon ja, zilverkleurig. Hier op de onderkant staat ook nog een keer de kleur en ja, hoeveel gewicht erin zit. En als je dan op de onderkant drukt, gaat de lippenstift open. En dan heb je deze kleur. Deze lippenstift heeft echt heel veel pigment. Hij is best wel aanwezig. Het is wel een kleur die je moet durven dragen. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik bedoel, ben je zelf misschien meer van de zachtere kleuren, is deze sowieso te fel. Maar ik vind het bij sommige looks gewoon heel erg tof om een hele uitspringende kleur lipstift te dragen. En dat heeft deze zeker. Hij voelt prettig aan op mijn lippen. Blijft ook best wel lang zitten. En ja, het pigment is super. Ik vind ook de manier hoe de lipstift open gaat, vind ik best wel tof. Ja, ik geloof dat deze lipstift 4 euro kost bij Primark. En ik vind dit echt wel een hele, ja, hele geslaagde lipstift. En ook natuurlijk ideaal omdat er vitamine E in zit. Dat er ook nog weer wat verzorging in zit. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. Dan heb ik twee producten uit een limited editie van Essence. En het is de Coast & Chill Trend Editie. Ik zeg altijd limited editie, maar bij Essence heet het eigenlijk Trend Editie. Allereerst heb ik dit Strobing paletten. En deze heeft de naam 01 Be Happy & Shine More gekregen. Dit is een paletten met eigenlijk alleen maar highlighters. Hier al op de achterkant staat afgebeeld waar je highlighter kunt aanbrengen. Mocht je daar niet thuis in zijn, maar je hebt gewoon drie kleuren highlighter. Ik vind ze niet alle drie even goed bij mijn gezichtskleur passen. Of bij mijn gezichtskleur, bij mijn huidskleur. De een zie je wat beter dan de ander. Ik ben zelf heel erg fan van deze, de middelste, de lichtere kleur. Hele mooie glow geeft hij af. Over het algemeen glowen ze alle drie wel heel mooi. Maar ik denk dat ze ook hebben gekozen om drie verschillende kleuren erin te doen. Zodat er voor meerdere kleuren, huidtypes een highlighter in zit. En dat is ja, eigenlijk best wel goed gelukt met dit paletten. Ja, je glimt er zeker wel mee. Dus ja, hij doet wel wat hij belooft. Dan heb ik ook uit die limited editie een Velvet Matte Liquid Lipstick. En hier was ik zo enthousiast over. Ik heb de 01 Smooth & Move. Hij was verkrijgbaar in twee kleuren. Ik zal even... Dit is het borsteltje of applicatortje die erin zit. En het is een beetje een bruinachtige kleur, zoals je kunt zien. Een beetje nude-bruinachtig. Maar wow, wat droogt deze mooi mat op. Blijft goed zitten ook. Ja, hij is echt long-lasting. Ik hou ook gewoon heel erg van die matte lipproducten. Ik weet niet, ik word daar heel erg blij van. En ik was echt heel erg enthousiast over deze. Dit is ook een kleurtje wat ik niet zo vaak zie. Maar dit is natuurlijk vastgedaan omdat we ook weer richting de herfst gaan. En ik vind dit echt een heel mooi kleurtje. En ik ga deze zeker nog heel vaak gebruiken. En ik ben ook heel blij dat ik hem nu aan mijn stash kan toevoegen. Omdat ik mijn favorieten altijd apart leg, zodat ik niet aan het einde van de maand alles bij elkaar hoeft te zoeken, maar dit was echt een hele dikke aanrader. Dan heb ik een lippenbalsem van Max & More, oftewel van de Action. Dit is in de geur Strawberry. Hij is verkrijgbaar in meerdere geuren. Het lijkt een beetje op een dupe van de EOS lipbalm, alleen die is dan aan de onderkant ook rond. Dat heeft deze niet, maar ik ga hem even opendraaien. Als ik de geur al ruik, dan ben ik eigenlijk al, dan word ik al helemaal, ja, het ruikt zo lekker. Dan net of dat ik er een beetje
aan moet blijven ruiken, zeg maar. Zo ziet de lippenbalsem eruit. Nou, het is ook een bolletje, precies zoals de EOS. De geur is heerlijk. Mijn lippen werden er echt super zacht van. Niet elke lippenbalsem werkt voor ieder persoon natuurlijk hetzelfde. Het kan zijn dat jij hem bijvoorbeeld helemaal niet fijn vindt. Maar ik vond hem echt wel heel fijn. Mijn lippen die voelen ja, best wel goed verzorgd aan. Dat vind ik altijd wel heel belangrijk. En die geur, jongens. Ik kan... Jammer dat we nog geen geurcamera's hebben. Maar oh, ik vind hem zo lekker. En ja, vooral voor die kleine prijs die de Action ervoor vraagt, vind ik dit echt hele geschikte lippenbalsems. En ik vind het ook leuk dat ze met doelproducten komen. Want ik geloof dat je voor een EOS lippenbalsem echt veel meer betaald dan deze. Misschien wel twee of drie dubbele. En aangezien deze ook super goed werkt, vind ik dit zeker een hele fijne lippenbalsem. Dan heb ik deze primer van Essence. En dit is de Cat Picture Ready Porifying Mattifying Primer. Deze heeft de naam 010 Primetime gekregen. Dit is een primer met een roze substantie. Het heeft een hele kleine opening. Ik weet niet of dat zo goed zichtbaar is. Waardoor er niet heel veel product uitkomt. Ruikt eigenlijk ook best wel lekker. Niet heel erg vies of zo. Er zit hyaluronacide en instant in. En hij zorgt voor een instant flawless finish. Jongens, ik moet dat ook niet doen. Dat Engels gaan praten. Want dat gaat gewoon nooit zo goed af. Maar het is inderdaad een hele zachte primer. Die echt wel een hele mooie finish achterlaat. Hij matteert de huid ook zeker goed. Nou ja, je gebruikt hem natuurlijk onder je make-up. Tenminste, ik doe dat wel. Maar er zitten ook provitamine B5 in. En ja, vitamine E. En dat is natuurlijk altijd al super verzorgend. Ik vind het echt wel een hele fijne primer. Ja, meer kan ik er niet zo heel veel over zeggen. Hij beviel me gewoon heel erg goed. Dan heb ik dit potje van Catrice. En dit is een Instant Lipstick Mattifier. Dit is dus zo'n product wat je lippenstift mat maakt. Dus elke lippenstift die niet mat is, kun je hiermee mat maken. Deze heeft de naam C10 Matte is More. Zo ziet het eruit. Oh, wacht. Sorry, er ging een kat langs mijn neus. Hij ziet er zo uit. En je kunt dit het beste met een kwastje aanbrengen over je lippenstift heen. Je lippenstift wordt er echt mat van. Je krijgt wel een matte finish. Maar je blijft wel gewoon, zeg maar, het vettige voelen van de lippenstift. Het is dus niet dat hij ook niet meer afgeeft of zo daarna. Want matte lippenstift geeft vaak minder af als een glimmende lippenstift. Dat blijft hij helaas wel doen. Maar je hebt wel die matte finish. Dus als je denkt, nou, je krijgt ook echt een hele matte, ja, hoe moet ik dat zeggen, als je dit doet, dat het ook heel mat aanvoelt, dat is niet zo. Want ik vind juist wel dat je lippenstift er vetter door wordt. Maar ja, heb je nou echt een lippenstift die gewoon in je favoriete kleur en hij is niet in een matte variant, is dit dus altijd nog een optie, want dat dit wel echt werkt. Dan heb ik dit potje van Essence en dit is de 2-in-1 Eyeshadow and Primer. Deze belooft longlasting, brightening en een flawless finish. Ik heb de kleur 02 Nude Rose. En dit is dus ook in zo'n potje. Het is echt wel een hele ja, fijne substantie. Je ziet het echt wel heel mooi terug. Ik vind hem als primer minder geschikt. Want de kleur die wordt best wel wittig. Ik vind hem dan best wel aanwezig, zeg maar, voor een primer. Dus als je daar dan nog overheen moet gaan met oogschaduw, vind ik dat het best wel een ja, dikke substantie wordt. Om het zo maar even te zeggen. Maar als oogschaduw vind ik hem wel heel geschikt. Het is misschien een kleur die ik eerder zou combineren dan alleen als oogschaduw zou gebruiken. Maar ik, ja, je zag de kleur wel echt heel erg goed. Maar voor mij is het dus wel meer de oogschaduwkant die ik fijn vind dan de primer die die ook is. Dan heb ik van B7 de Makeup & Glow Bronzing Base. En dat is dit product. Het zit in een potje. En dit is dus een base, bronzer base, die je eigenlijk al een beetje kunt aanzetten.
Zo ziet het eruit. Je kunt het heel gemakkelijk met een kwast aanbrengen. Ik weet niet of de glow voor jullie zichtbaar is, want ik denk dat het licht daar een beetje slecht voor is. Als je heel goed kijkt, zie je inderdaad die glow erop terugkomen. Ik gebruik hem wel echt als basis. Dus ik vind het wel heel fijn of heel mooi om deze aan te brengen. Maar ik vind het wel heel prettig om er daarna toch nog een beetje aan te zetten met een poederbronzer bijvoorbeeld. Maar misschien vind jij dit zelf wel al genoeg, dat dit voor jou voldoende kleur geeft. Ik hou echt wel een beetje van die contouringslijnen om te zien. Maar dit is wel echt een heel, heel geschikt product, omdat je het al een beetje kunt aanzetten. En ook die hele mooie glow die er doorheen zit, vind ik gewoon heel erg mooi. Dan heb ik van Essence de Prismatic Rainbow Glow Highlighter. Deze heeft de naam Teen Be a Unicorn. En dit is dus een, zoals het al zegt, een rainbow highlighter. Een highlighter in verschillende kleuren. Je hebt een rode, oranje, roze, gele en een blauwe kleur. Het is een hele mooie highlighter. Ik vind het zelf mooi om gecombineerd te gebruiken. Om de kleuren te mengen. Want hij geeft echt heel veel glow. Niet elke kleur heeft evenveel pigment. Maar door ze gecombineerd te gebruiken wordt het weer een mooi geheel, vind ik zelf. Het ziet er niet eens heel raar uit. Op het eerste moment zou je denken, oké, nu heb je een heel gekleurd gezicht. Maar doordat dat toch wel neutraliseert door de kleuren gezamenlijk te gebruiken, valt dat reuze mee. Ja, eigenlijk wel een hele goede highlighter met goed pigment. En ja, het is ook wel een beetje wat anders dan altijd een standaard highlighter, vind ik zelf. Dus ik vond dit wel een hele, hele goede highlighter. Dan heb ik deze prachtige blush van iHearts Makeup. Dit is een triple baked blusher. Ik heb de kleur Candy Queen of Hearts. Nou, die zitten natuurlijk in die schattige hartjesdoosjes. Heel erg leuk ziet dat er altijd uit. Zo ziet de kleur eruit. Hij heeft drie kleuren. Ik vind ze zelf het prachtigst om gecombineerd te gebruiken. Maar je kunt ze natuurlijk ook los van elkaar gebruiken. Ze hebben zoveel pigment en zien er echt heel erg mooi uit op het gezicht. Hij heeft wel een lichte glow ook. Dus daar moet je wel van houden. Maar ik vind dit echt een hele mooie blush ook om in combinatie te gebruiken met de bronzer en de highlighter die, die ze ook hebben in van die hartjesbakjes. Ik vind dit echt hele fijne producten en ik ben er ook altijd heel erg tevreden over. Omdat ze er echt gewoon super tof uitzien en super veel pigment. En eigenlijk niet eens super duur zijn, maar er toch echt wel een heel erg kwalitatief goed product voor hebt. Dan heb ik van Essence de Cat Picture Ready Pore Refining Powder. En dit is de Teen Selfie Finish. En dit is dus een poeder die heel fijn zou zijn ook voor de poriën. Ik zie niet echt dat hij mijn poriën heel erg verdoezelt of zo. Maar ik vind het wel een hele fijne poeder om te gebruiken. Want de kleur is heel erg mooi. Hij past eigenlijk wel, denk ik, bij ieder huidskleur bijna. En hij is ook heel mat. Dus dat vind ik echt super fijn. Vooral ook in combinatie met de andere producten uit de Cat Picture Ready line vind ik dit echt ook een hele fijne poeder. En ik vind het ook wel fijn om af te wisselen. En helemaal omdat die ook gewoon transparant is. En gewoon prima doet wat hij moet doen. Oké, die poriën, dat zag ik bij mezelf niet echt terug. Maar dat vind ik ook nog niet eens zo'n heel groot ding. Want ik gebruik toch altijd ook foundation en concealer erbij. Dus dat vind ik nog niet eens zo heel erg. Dan heb ik van Essence deze Smoky Eye Set. Het doosje is een beetje uit zijn verband. Dit is de 01 Smoky Night. Achterop zie je ook een klein plaatje hoe je een smoky eye hiermee kunt maken. En dit is dus inderdaad een
drietal kleuren oogschaduw. Je hebt wit, een grijs en een zwart. En hier kun je echt een hele mooie smoky eye mee creëren. Hij is misschien wat aan de donkere kant en misschien meer geschikt voor avonden. Maar ik vind het echt wel een heel goed paletje, want er zit heel veel pigment in. Je kunt hier echt wel een hele goede smoky eye mee maken. Je hebt er ook een dubbelzijdige sponsapplicator bij zitten. Ik hou hier persoonlijk niet zo van, maar ja, het is echt wel een heel gepigmenteerd paletje voor smoky eyes als je daarvan houdt. Dan heb ik van Essence deze Mosaic Compact Powder in de kleur 01 Sunkissed Beauty. Dit is gewoon een poeder. Hij heeft zowel wat lichtere kleuren als een paar donkere kleuren erin. Met een heel erg leuk mozaïek patroon. Je krijgt hier gewoon een naturele finish look van. Je kunt prima je gezicht hiermee afpoederen. Ik heb hier eigenlijk niet heel veel over te vertellen. Het is gewoon een poeder die doet wat hij moet doen. En het is leuk dat dit patroontje erin zit. En ik vind het een prima poeder om gewoon mee af te poederen. Van Essence heb ik deze contouring eyeshadow set. En dit is dus een setje waarmee je je ogen kunt contouren. Je hebt een lichte en een donkere kleur. Dus een light en contour kleur. En ze hebben beide heel veel pigment. Ik vind het wel meer een setje voor als je gewoon niet heel veel tijd hebt om een hele uitgebreide ooglook te maken, dat dit een heel geschikt setje is. Want je kunt er niet heel veel kanten mee op, maar je kunt er op zich een prima ooglook mee maken. Al hou ik zelf meer van een wat uitgebreidere ooglook, maar dat is gewoon heel persoonlijk. Maar doordat ze veel pigmenten hebben, is het setje prima. Dan heb ik van Essence dit Long Lasting Pencil in een groene kleur. Dit is de kleur 21 Groovy Crest. En ik hou heel erg van deze Long Lasting Pencils, want deze kun je omhoog draaien. Heeft echt heel erg veel pigment. Het is een kleurtje wat ik heel mooi kan combineren bij groene oogschaduw. Ik vond het echt wel een heel mooi kleurtje. Hij is niet super donker, ook niet super licht. Het zit er een beetje tussenin. Blijft heel erg goed zitten. Blijft ook best wel lang zitten. En zoals ik al zei, ik hou echt van deze Long Lasting Pencils. Omdat ze gewoon altijd heel veel pigment hebben. En ze in er heel veel verschillende kleurtjes zijn. Dus je kunt ze echt wel combineren bij heel veel verschillende ooglooks. Dan heb ik van Maybelline dit palet. En dit is het Blush It Nude oogschaduwpaletten. Op de achterkant zie je ook de indeling van de kleuren, hoe je ze een beetje kunt gebruiken. Ik kijk hier zelf nooit naar, want ik gebruik ze gecombineerd. Er zit een applicator zit erbij en dit zijn de kleuren. Ik vind ze echt heel erg mooi. Ze hebben allemaal heel veel pigment. Je kunt er echt heel veel verschillende ooglooks mee creëren. Ze zijn vrij zacht. Je hebt een paar matte kleuren, maar vooral ook heel veel shimmer kleuren. En ik vind dit echt hele fijne paletjes. En deze vind ik ook super mooi omdat er vrij zachte kleuren in zitten. En daar ben ik altijd wel heel erg fan van. Dus ik ben super blij met dit palet. Hè? Dan het allerlaatste product. En dit is het You're the Best Thing paletten van iHeart Makeup. Op de achterkant zie je ook al de kleuren. Ik zal hem uit het doosje halen zodat jullie het palet ook kunnen zien uiteraard. Als het lukt. Ja, gelukt. Zo ziet de palette eruit. Hij is zwart met roze letters. Ik denk dat jullie dat niet zo heel goed kunnen zien, want hij reflecteert nogal. En zo ziet het palette eruit. Je hebt twee sponsapplicators. Je hebt een grote spiegel. En dit zijn de kleuren. Ook dit palet heeft echt super veel pigment. Dit zijn de matte kleuren. En hier heb je shimmer kleuren. Je kunt echt heel veel kanten op met dit palet. Ik vind de kleuren ook heel mooi. Want er zitten echt wel wat donkere kleuren in. Maar je hebt ook een aantal vrij zachte kleuren. Je kunt echt heel veel combinaties maken. Want hou je misschien alleen van een matte look, kun je de bovenste kleuren pakken. Heb je echt zin in een glimmende look, pak je de shimmer kleuren. En doordat ze heel veel pigment hebben, is dit echt een heel fijn palet.
dan waren dit weer mijn favoriete producten van september. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Er zat weer veel essence bij, dat weet ik. Maar ja, daar test ik ook gewoon heel veel van, omdat dat toch wel een van mijn favoriete merken is. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je natuurlijk gratis abonneren. Vond je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog en dan zie ik je heel graag weer bij de volgende video. Doeg!